We zijn vandaag op de Landal Green Parks Michelenberg. Zijn we. En waarom zijn we hier vandaag? Ja, we zijn hier vandaag met een afvaardiging van de Kamer. Henk Leenders is daar met leden van de Rekron om gezamenlijk te kijken naar duurzaam groenbeheer. Het onderwerp van de Green Deal is in ieder geval het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op dit prachtige vakantiepark. En die Green Deal die is veel ruimer dan dit. Hè. Er zijn verschillende recreatieondernemers die met elkaar samenwerken in die Green Deal. Onder meer met als doel om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Green Deal, dat is een afspraak met twee ministeries, met de overheid, om in een periode van 4-5 jaar te komen tot terugdringen, stopzetten van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Nou, we zijn er al een paar jaar mee bezig, of in ieder geval een jaar zijn we actief bezig met wat draaien van proeven in het onkruidbeheer. En hopelijk kunnen andere ondernemers wat van ons leren en hopelijk kunnen wij ook nog wat leren van andere ondernemers. U heeft vandaag veel informatie te verwerken gekregen. Kunt u met de informatie die u heeft gekregen terug naar Den Haag en daar ook daadwerkelijk iets voor elkaar krijgen? Ja, wat ik vooral belangrijk vind aan dit soort bezoeken is dat ik daarmee de informatie die in de samenleving zelf zit naar Den Haag halen en kan gebruiken in de debatten in de Tweede Kamer. En wat ik vaak tegenkom, maar ook vandaag weer ben tegengekomen, is de passie waarmee in dit geval de recreatieondernemers praten over hun vak. En dat ze ook met passie werken aan het terugdringen van dat gebruik van bestrijdingsmiddelen, waar het vandaag even over ging. Men snapt dat het moet, dat er een beweging is in de samenleving, dat we dat niet meer willen. Wij willen als Partij van de Arbeid ook dat dat wordt teruggedrongen voor gezondheid van mensen, voor natuur, voor milieu, etc. Dat wordt aangevoeld en men werkt daar dan vervolgens met passie aan om dat te realiseren. Ik denk ook dat je je ermee kunt profileren als je op een duurzame wijze omgaat met je omgeving. Ik denk dat ook recreatieondernemers juist heel erg afhankelijk zijn van een mooie en schone natuur, omdat mensen daar nou juist voor naar een recreatiepark komen. Dus ik zou zeggen, ga vooral door op deze weg met deze passie en deze gedrevenheid. En dan zal ik zorgen dat ik dat in de Tweede Kamer, in de debatten, ook iets van laat blijken dat die passie er in de samenleving ook is. We halen best practices, zoals hier op dit bedrijf bij Landal naar boven. Die gaan we uitgebreid communiceren. We gaan kijken naar alternatieve middelen die kunnen worden ingezet door die recreatieondernemers. Kortom, we gaan de ondernemers steunen en helpen om dat gebruik van die middelen ook daadwerkelijk terug te dringen. Nou, ik denk dat de Rekron, wat ik vandaag ook weer merk, goed gevoel heeft met wat de politiek mogelijk is. En ik denk dat zij hun uiterste best doen om het beste voor recreatiemedewerkers te doen. Hoe zou u tot slot dit werkbezoek kort samenvatten? Als zeer informatief. We hebben mooie wandelingen gemaakt. Maar vooral wat ik vooral belangrijk vind is dat de inzet die door de sector er is op dit gebied, dat ik dat heb aangevoeld, dat ik dat heb mogen beleven. En dat is ook heel belangrijk om dat mee te kunnen nemen naar Den Haag in mijn dagelijkse werk.